Een hele goede middag. Het is vandaag zaterdag 10 februari 2024. Vandaag ga ik naar Tilburg Carnaval 2024. Ik heb onderwijs naar mijn zin. En ik heb in de trein gezeten. Het was enorm druk. En als ik naar buiten toe kijk, dan zie ik dat de mensen die proberen in de trein te komen. Maar niet allemaal lukt het. Want vol is vol. En dat is helaas zo. Maar goed, ik heb echt onwijs wat een planning is vandaag. Dat ik ga op avontuur even kijken wat er gaat gebeuren. Dus like, abonneer op mij en zie vanzelf wel. Nou, enjoy it. Ik zit in de trein en ik neem deze challenge dat ik vanaf Tilburg moet naartoe. Terwijl ik in Sertogenbosch met de trein ben. Dus ik ga overleven. Volhouden. Veel plezier in Carnaval 2024. De leukste gaan we vanmorgen. De droom komt uit. Succes allemaal. Yes. Leuk te doen. Ik ben net uit de trein gestapt. Het is 14:20. Ik ben in Tilburg. En het was warm binnen in de trein. Maar ik heb overleefd met mijn nieuwe masker. En ik ben een nieuwe kerel die jullie niet zullen herkennen. Maar wie weet, ik heb echt naar mijn zin. Ik ga nu een mooie dag van maken. Enjoy my life. Check eens, dames en heren, hoe druk je is. Leesje! Tilburg Carnaval. Kijk, wow, hè. Het is gezellig, al die mensen kleden. En op zich, proost en drink smakelijk. Star Wars! Star Wars! Ik ben een leuk cosplay. Veel plezier, man. Carnaval. Ja! Yeah. Mijn hoofd die draagt een muts, masker en een mondkapje. En dat is het. Het blij is dat ik anoniem ben. Soort van. Gelukkig maar, want als ik herkend ben, dan gaan al die mensen naar me toe en dan willen ze me aaien en schreeuwen en elke keer tegen mij zeggen van foto, foto, foto. Dus heb ik dit jaar besloten om dit kop te verkleden. Zo ben ik er dus. Zo cool. En ondanks dat het carnaval is, mag ik mijn hoofd verkleden. En het is een moment als anoniem. Leuk genoeg. Het is lekker rustig. Niemand schreeuwt naar mij. Niemand loopt naar me toe om foto's te vragen. En het feit is, kijk, niks aan de hand. Zelfs die kik ook. Hey. Hij kent me niet. Het is makkelijk. Goedendag, jongens. Hallo. Fijne carnaval, hè? Ja. Wat? Ja. Ja. Hoi. Finally, ik ben daar. Hey, die oude. Hey, Bex. Als een Mexicaanse baby. Daar gaat ie. Boom, 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 boom. Wat gebeurde er? Ja. Dat heb ik zelf verzonnen met deze mondmasker en nog wat erbij. Het hoort ook bij de carnaval, denk ik. Tenzij als het niet warm is. Oh, koekoe. Oh, mijn oren, die geluid was hard. Extreem. Alsof ik mijn oor had niet kunnen horen. Met praatgeluid. Jongens, dit is echt niet te geloven. Kijk hoe het eruit ziet. Oh joh. Zweep ik kapot, kijk. Zelfs mijn masker is nat. Vanwege mijn zweet. En mijn mondkapje als ik eruit haal, dan... Ik had echt enorm warm, zeg. Maar ik heb gelukkig bij deze plekje toe lekker gehaald. Dus Tilburgse burger. Dus, kom eraan. Hallo. En ondanks mijn masker eruit haalt, herkent ze mij. Hi. Zo leuk.
Maar dan moet ik kiezen. Dankjewel voor de mensen die naar me toe zwaait. Ik heb het nog. Ja, kom maar gaan foto. Dit is een Turkburgerse burger en daar ga ik eten. Het is lekker. Vanwege die masker. Ik kan echt niet meer bijna lang volhouden, joh. Mijn zus kan hard werken, dus een oorzaak voor twee. Hoi! Ik ben blij niet te zien, hoor. Zuurstof tekort. Ik doe een mondkapje, want ik kan echt niet meer lang volhouden met dat ding. Want eigenlijk heb ik een risico genomen dat ik mezelf langzaam verstikken door zuurstoftekort en het is niet meer handig. Plus dat masker kan niet meer lang bijhouden, want mijn hoofd begint gek te worden vanwege gezicht met de harde werken tegenhouden. Mijn mondkapje ook. En mijn hoofd is erg warm geworden door de muts. Allemaal nadeel, dus eventjes op volhouden en dan als ik 10 foto heb, dan stop ik met deze outfit voor mijn gezicht. Dus nog volhouden gaan. Ik heb 6 gepakt, nog 4 te gaan, dan ben ik vanaf met dit masker. En dan heb ik gewonnen. Kom op, be survival. Want er zijn een heleboel mensen die zeggen nee en af en toe ja. Dus goed ja pakken en nee verloren. Nog 3 foto te gaan, want mijn hart is aan het kloppen. Vanwege burn-out, vermoeien. En als het zo doorgaat, gaat er wat mis. Dus ik weet het. 3 foto's gaan, nog uitdaging. Kom op, het is moeilijk. Kijk, het is mooi om de rondleiding te geven. Haha, echt wel leuk. Ik heb nu 9 foto's met mensen gemaakt terwijl ik masker droeg. En de laatste, het wordt spannend. Wie of wie gaat voor de laatste? Jongens, ik heb 10 foto's gemaakt met carnaval verschillende mensen. En uiteindelijk hebben ze gewonnen. Woehoe! Wie zijn jullie? Het is tijd voor ontmaskeren. Oh shit! Wie ben ik? Ja! Wow, ik zie je pinkie, John! Yes! Nee, ik ken jou! Wow, kom ik hier ook af, serieus, ik heb hem wel eens op internet zien. Ja! Nee, ik houd jullie allemaal in de gek voor de Mali. Ik weet het! Nou, we gaan nu de een voor de mooiste is. Ik kan weer adem en ik leef nog. Ja, sowieso. Want met mondkapje en met de masker dragen en allemaal zweet, warm en, hoe moet je zelf zeggen, bloed, zweet en tranen. Oké, doen we de. Nu? Ik ben klaar. Ja. Ben je al klaar? Oké, 3, 2, 1. Bloed, zweet en tranen. Jongens, leuk genoeg, hè? In ieder geval bedankt. Ja, bedankt jongens. Dan kom op maandag op online, hoor. Ja, klopt. Ja, goed. Okay. Yes. Hey, fijn dag. Leuk dat je het doet. Hey, maar de volgende keer trek eens gewoon schone pakjes aan. Gewoon net als deze zo. Nee, ik word herkend. Nee, ik doe niet. Jij bent de jongen die bij Bonet is gekomen. Ja, iedereen kent mij.
Hey, waarom draag ik een masker, denk je? Hey, waar moet ik aan? Oké. Okay. Hey, houdoe. Houdoe. Ja. Kijk nou eens. Dit is vet. Het past perfect in het echt. En voor horrorfilm is dit echt eng. Als je bij, dichter bij hem bent, dan gaat hij wat laten zien wat op de kop heeft. Een ventilator. Dus nooit aanraken. Dan krijg je een probleem. Nu zien we dat. Zo. Hij heeft zelf gemaakt. En het is heel mooi geworden. Dus goed gedaan, kerel. Dankjewel. Bovendien gaan we nog elkaar wat verder eigen pad. En dan zien we elkaar wel nog. Succes, hè? Maar ik heb een vraag aan jou. Hoe heb jij voor gemaakt dan? Zelf. Ja, hoe? 3D-printers. Aha. En een karton. Kartonnen doos. En dit is ook een kartonnen doos. En verven. De rest is gewoon een 3D-printer. Het is een 3D-printer. Oh ja. Oh, ik zie het nou. Voel dat ik 3D-print, ja. Wauw. Goed, man. Dankjewel. Succes, man. Dankjewel. En kijk maar wat. Joejoe. Dat was mooi. Zonder mondkapje en masker en wintermuts voel ik me weer beter. Ik ben blij dat ik leef. En het mooiste is dat ik een lucht heb in kunnen ademen. Ik ben beroemd, ik ben in het centrum. En mensen die mij gezien hebben, dan zeggen ze, het maakt mij niet uit. Ook al heb je autisme, beperking of wat anders. Ze willen gewoon alsnog op de foto met mij. En het hoort erbij, famous. En er zijn geen enkele dingen om te tegenhouden, dus zo is het. Hey jongens, alles goed man? Wat zeg je allemaal? Ik wil je voorstellen, mijn naam is Daan. Ik ben blij dat jullie te ontmoeten. Ja, ik ben wel een Bando. Hoi, ik ben Daan. Ik heb wel een keer Amsterdam gezien, maar kan je één keer zo hebben? Oh, jawel. Ik moet even wachten, hij is een foto met mij maken. Is dit een vlog? Shoutout naar hem, ja. Hey, shoutout naar Dango man. Geluk. En hoe vind je het nou? Ziet er mooi uit, hoor. Ja, weet je waar we zijn? En, jullie gaan gezellig maken. Ja, zeker. Misschien gaan we ook wel samen drinken of zo. Wel gezellig. Sowieso gedronken, toch? Ja. Een stokje bier dan? Nee, denk je, maar we gaan al die lijken net een bier halen. Zal leuk zijn. Ja, enjoy your life. Fijne dag, hè? Hoi. Jongens, dit is niet te geloven. Ik mag bier tappen en dat vindt de eigenaar enorm leuk. En jongens, hier is mijn cola. Nee, dit moet je vullen. Roos of... Nee, dit moet je vullen. Alvast. Dit moet je vullen, Dango. Ja, vullen, Dango. Dankjewel. En dan word ik gefilmd terwijl ik aan gebroken tappen. Kijk, ik ga tappen. Ten eerste heb je een leeg beker. Ten tweede hieronder. En dan een beetje beker moet je schuin maken. En dan omlaag. En dan doe je zo. En dan stop je hem. Reus. Maar dit is niet voor mij bier, maar het is meer voor klanten. Jongens. Kijk. Alsjeblieft. En dat is hem. Hier wordt nieuws geleerd. Dankjewel aan de eigenaar. Ik heb een vraag aan jou. Wat vind je van mij dat ik goed heb getapt of niet? Nou, misschien wel 1 op 10 graden, denk ik een 9,5 hoor. Zeker, dit is voor de eerste keer. Ik heb zo ook werk, heel veel. Dankjewel dat je de eerste toont jezelf laat zien. En ik hoop dat je blij bent met jou, dat je hebt geleerd van mij. Hier wordt nieuws geleerd. En ik hoop in de toekomst dat je hem ooit tegenkomen gaan we wat meer helpen. Misschien ooit andere mensen. Altijd welkom. Ja. Ik heb dit gratis gekregen. En een colaatje. Ook nog. Van de eigenaar hier. De Nacho Bar. Daar heb ik gegeten en gedronken. Met gratis. En ik wil shout-out naar de Nacho Bar. En ik ga verder, kijk wat er leuk is, wat er opkomt. Iedereen herkennen mij, door zonder masker en whatever. Dus, enjoy my life, met dit. Maar aan de andere kant, is het voordeel is dat ik gratis drinken en eten krijg. En de nadeel is foto en de tijd met mensen omgaan. Dus. Hallo. Ja, bedoel ik, hallo. Hallo. Bijvoorbeeld,
Dat ik hier blij ben met jou, dus daar wil ik jou voor bedanken. En dan proost! Proost op Tilburg, ook op jou. Ja, ik ben jou zien. Ik ben heel blij met jou te zien, ik word leuk met jou erbij. Ja. Alsjeblieft. De koning! Ik heb hem gevonden! Leuk man! Wat ga je doen? Wat ben je doen? Werk je nog, hè? Ik heb een vraag aan jullie. Waarom draag ik geen carnavalkleding, denk je? Waarom heb je geen carnavalkleding, hoor? Ja, wat denk jij? Omdat jij bekend bent. En? Ik ben een koning, je moet zo zien. Ja, en jij bent een koning. Je bent zeker een koning. Ja. Koning de keizeren ben jij. Inderdaad. Sowieso. En voor mensen die een carnaval dragen, die zijn geen koning. Nee, nee, nee. Dat bedoel ik. Maar degene die geen carnavalskleren aandragen, die zijn konings. En dat betekent dat jij een koning bent. Ja, ik kom op promoten, voor duidelijkheid. Zeker weten. Dankdo. Oh, geweldig. Luister, abonneer alsjeblieft op Dankdo. Hij is een legend. Hij draagt geen carnavalskleren. Dat kun je wel zien. Kerel. En als je geen carnavalskleren draagt, dan ben je een keizer. Kerel, ik vind het lief dat jij het zegt. En ik wil uit mijn hart bedanken aan jou. Ja, ik ben ook Je bent een goede man. Jij bent ook zeker een goede man. Jouw hart is vriendelijk. Ja. En dat is dat kan ik zien aan jou. Ja, maar, dank je wel. Je weet het. Dat weet je toch? Ja, drink smakelijk. Jij ook, jongen. Wil je een biertje, dank je wel? Nee, dank je. Hier, dat is een hele nieuwe vest, hè? Nee, je hebt een oppo gemaakt al. Ja, dat mag niet. Maar hij is tot een nok toe vol. Ik wil wat zeggen, je bent mooi. Jij ook. Veel plezier maken met jij weet het van jou. Dank je wel. Jij bent de mooiste man die er is. Hetzelfde. Lekker maar. Ja. Mijn avond. Ja, niet gek maken. Ik moet wat zeggen tegen jou. Je moet je best doen verder. Ja? Mooie dag maken. Tuurlijk. Dat doe ik ook. Laat me niet gek maken. Laat me niet. Succes. Laat me niet gek maken. Zou ik misschien... Je bent mooi. Kom, we gaan samen een selfie maken. Dankjewel. Kijk, ik ben pet op. Oh. Afwacht. Jij bent ook mooi. Dat was het. Tegen was voetpad. Yay! Van het. Over een pad gesprongen. Hallo. Zo is het dus. Ik ga wat grappig vertellen. Gekken op de dekken, doet doet doet. Kijk hoe druk het is hier. Dames en heren, het is 17:53 in de middag. Nog 7 minuten gaan, dan is het avond. En officieel wordt het dan nog drukker in de avond. Zelfs nacht gaat die door feestje. En morgen nog een keer. En dan is het klaar. Zo is het leven in Nederlands carnaval in Zuid-Holland. En ik hou ervan. Hoi. Super druk hè jongens. Jullie zijn leuk. Hallo. We gaan zijn outfit checken. We beginnen bij schoenen. Hoe is het ermee? Ik vind het leuk om te zien, hoor. Alsjeblieft, geen probleem. We gaan altijd, hè? Vanavond een mooie dag maken om blij op te zijn. Jij ook? Ja. Ga je het uploaden? Dat komt nog later. Oké, is goed. Beloofd, hè? Kom, hè? Ja. Wat doe je? Wat doe je? Oké, is goed. Meiden? Ja? Ik wil iets zeggen. Ja? Ik hou van jullie allemaal. Oh. Oh. Jullie straalt. Jullie hebben mij gezien. En ik ging pak af om op te vrolijken. Ja. En we gaan leuke dansen hier. En we hebben een foto gemaakt. Yes. En de leukste is dat jullie allemaal er zijn. Ja. En bedankt allemaal voor deze dag. Wij ook bedankt. Ja.
weer rustig terugkomt. Dankjewel. Viva Hollandia. Het regent. En ik maak een grapje. Hey, amigo. Hey. Nog meer mensen. Ja, van Insta. Hey, nog meer mensen. Eindelijk, basic night with Lifley's anime character, kawaii. Wij moesten naar I Love Sushi voor wc. I love you. En ik had geen cash, maar jij yeah. wel. En ik wil echt van harte bedanken aan jou dat jij 50 cent aan mij gaf. Zonder jou zat ik echt in de knoop. En dan moest ik op zoek naar een wc om op te luchten. Yeah. Of anders krijg ik last van mijn buik. Ja. Dus ik wil ook bedanken. Buik. Maar ben je opgelucht? Ja. Gelukkig. En jouw vrienden zijn leuk. Ja. Kai en Sean ja, en nog wat. En Ryan. En de leukste is jij en nog een dame. Ja? Ja. Vind jij ook heel lief? Mm-hmm, net zoals jij. Ah, gelukkig. En jullie twee hebben hetzelfde level als ik. Mm-hmm. Dus vriendelijke level, zeg maar. Yeah. Want wij zijn op zoek naar dingen om blij over te zijn. Dus we gaan verder op naar leuke dingen. En dan wens ik jullie allemaal heel veel plezier alvast. Ja, dankjewel. Alsjeblieft, lieverd. En tenslotte ga ik proosten met jullie van onze vriendschap. Ja. En in de toekomst gaan we samen omgaan. Maar dan moet jullie een berichtje naar me toe sturen. En voor mensen die het niet kent, die zijn moeilijk te krijgen. Ja. Hey, jij moet ook proosten met mij. Proost dan! Op mij. Op jou! Ja! De leukste is dat jullie allemaal zijn. Niet één, maar meer. Ja, we gaan. Ik ga jullie brengen daar naartoe. En dan ga ik zeggen, veel plezier nog. Wat leuk is, veel mensen lekker. Met de hardlopen, met het dansen. Allemaal net goed spelen. Dan ga je uit de controle. Dat ga ik ook jou doen. Dat is heel leuk. En... Hey! Hey, Matje! Hey, ik heb je... Hey, kom maar in de vlog, man. Leuk, hè? In de vlog. Ik wil. Je hebt bloed op jouw shirt. Ik ben bij de vrouwen wc opgekleed, dus daarna ga ik de trein pakken en vervolgens ga ik naar huis. Dus bedankt voor het kijken, tot de volgende keer alvast en later.